19e, 20ste weer. 20ste. Ja. We staan hier voor de twee leslokalen, waar we dus Nederlands lesgeven aan de vluchtelingen. Het is een taalinloop, waarbij dus vele vluchtelingen zich kunnen inschrijven en vrijwillig hier kunnen komen om les te krijgen. Nederlands les. En daar ondersteunen wij hun in. Is it your first time? No, it's my third time I'm coming here. What do you learn here? Netherlands, perfect. I really like it, learning. Do you already know a few words? Ik kan zeggen mijn naam, mijn voornaam. Ik heet Mehran. Ik ben Mehran. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Iran. En krijg je nou ook iets terug van de mensen die jij coördineert? Nou, het glimlach. Dankjewel. Nou, het is meer echt dat mensen trots zijn dat gewoon iemand is die dingen voor ze doet. Of de taal leert. Of het maakt niet uit wat het is. Maar dat ze gewoon het idee hebben dat er mensen zijn die om hun geven en hun graag iets willen meegeven. Zoals taal. En om dankjewel te horen van iemand die je nooit hebt gekend. Dat je gewoon iets voor ze kon betekenen. Dat is voor mij gewoon al genoeg. We staan hier nu bij een boekenkast. Wat zijn het voor boeken? Deze boeken zijn allemaal gedoneerd door inwoners van Utrecht voor vluchtelingen. Dit is een selectie en mensen uit de cursussen mogen hier, of mensen die in de BIEB komen, mogen hier een boek meenemen. Het bij voorkeur weer terugzetten als hij uit is, maar eventueel mag het ook gewoon meegenomen worden. Als je bijvoorbeeld van opvang verandert, dan kan je een boek gewoon meenemen. En dat kan natuurlijk niet met de gewone collectie. Nou zie ik dus inderdaad één Koran. Is dat niet een beetje weinig? Ja, dat is wel een beetje weinig, maar er is ook pas geleden allemaal Korans uitgedeeld. Diegenen die de Koran nodig hadden met gebedskleding en kleedjes en zo. Dus vandaar dat er ook heel weinig Korans hier staan. Maar ik denk dat er gewoon met de tijd ook nog meer komen. En waarom vindt de bibliotheek dit zo belangrijk om hier aan mee te werken eigenlijk? Wij vinden het heel belangrijk om ook maatschappelijke bijdrage te leveren. We kunnen de lokale missen. We zijn ontzettend blij met de samenwerking met Taal Doet Meer, met de Voorleesexpress. Er zijn meer partijen bij betrokken. Dus dit doen we graag. Stel dat mensen nu zitten kijken die denken van nou, ik zou ook mijn boeken willen doneren. Kan dat dan? Daar zijn we heel blij mee. Die kunnen vooral bij de vestiging hier in Kanaleiland worden ingeleverd. Als dat echt niet lukt, als je een groot pakket hebt, kan het eventueel bij een andere vestiging. Maar als het lukt, graag naar Kanaleiland. En we zoeken dus vooral woordenboeken, Engels-Nederlands, maar ook Arabisch-Nederlands is heel populair. Dus dat zou heel mooi zijn als dat lukt.